Nou, we zijn in het een beetje naar het noordwesten van Spanje terechtgekomen, waar ze dus die heerlijke rode Mencia-druif ook maken. Hè? Mencia, cool te drinken, prachtige, spannende wijn. Wordt wel omschreven nou, als je dus van Cabernet Franc houdt, in de rijpste zin, in de mooiste zin van het woord, dan moet je ook eens de Mencia proberen. Ik ben het erover niets mee eens, maar goed, dus vergeet het, probeer gewoon Mencia. Wordt puur op fruit gemaakt, kan ook wat hout hebben, maar ik hou van de pure vorm. En dit domein, Paike, heeft daar een hele range in. Inderdaad van instapmodelletjes, zonder hout, tot hele ambitieuze, van oude stokken, 80 jaar oud, 70 jaar oud, geruststellend kostbaar, wonderbaarlijke mooie Mencia's. Maar goed, dit is wit. En ja, in de nieuwe Hugh Johnson 2011 wordt er gerept met betrekking tot Spanje, over de metamorfose van Spanje. Dat zich steeds meer begint te ontdoen van zijn imago als rode wijnland. We kenden Rioja en Priorat en Ribera del Duero, noem het allemaal maar op. Maar dat noorden, dat noordwesten en ook sommige stukken in Rioja nu, ze beginnen steeds mooier en spannender wit te maken. En wit lijkt in wat dat betreft de toekomst te hebben helemaal. En dan moet ik toch mijn grote leermeester Hubrecht Duyker nageven. Die heeft jaren geleden, heeft hij dus al ontdekt dat deze Godello, de Godello-druif, dat noemde hij het witte goud van Spanje. Het werd beaamd door John Redford in zijn Bijbel The New Spain. Die rept daar ook nog eens een keertje over. Fantastisch boek trouwens. En die Godello, zoals wij in Limburg het witte goud hebben met de asperges, hebben ze in het noorden van Spanje de Godello-druif. En die doet het natuurlijk briljant bij het bekende zeebanket. Het pure vis, schaal- en schelpdieren waar Galicië in grossiert. Het is spannend, het is monter, het is fris, het is opwekkend. Het schraapt die smaakpapilletjes open, waardoor die mooi openstaan voor wat meer smaaksensaties. En dit is dan weer zo'n, ja, van het huis waar Adrienne van Gils, want die verkoopt dit. En die is dan weer de protagoniste van de onbekende wijnstreekjes, de onbekende druiven en vaak ook de wat minder bekende wijnmakers in Spanje. Die heeft dat dan weer opgeduikeld. En die maakt daar goede sier mee. En terecht.